Patrick, 0-0 helaas. Ja, 0-0 helaas, inderdaad. Niet veel kansen gecreëerd. Maar als er één ploeg had moeten winnen, waren wij het. Scheveningen kwam heel duidelijk voor een punt, voor een 0-0. Hebben ze goed verdedigd op een aantal momenten na, waarbij we kunnen scoren. En ook moeten scoren. En ja, we hadden ook een pingel verdiend, vind ik. Maar als scheidsrechter hem niet geeft, dan moet je dat accepteren. Ja, in de eerste helft was er ook al een soortgelijke situatie met Gino. En bij de tweede keer, ja, duidelijke penalty, maar geeft hij niet. Hoe reageren jullie daarop op de bank? Nou, het was heel verbazend. Hij was heel resoluut met fluiten. Hij had ook gelijk al een kaart in zijn handen. Het kon niet anders voor mijn mening dan dat voor Scheveningen was en een pingel voor ons. Ja, helaas besloot hij andersom. Ja, iedereen die ik inmiddels gesproken heb die in de buurt stond, heeft heel erg aangegeven dat het een pingel zou moeten zijn. Ja, als scheidsrechter dat anders ziet, dan kun je op je kop gaan staan, maar je krijgt hem niet. Dat zit allemaal niet mee op dit moment. Achterin stond het erg goed en jullie gingen eerst helft vooral veel over de vleugel spelen. Was dat de opzet? Nou ja, we hebben vandaag weer wat meer naar voren verdedigd. En ik vond dat we aan de bal prima voetbalden. Alleen we creëren te weinig kansen, we hebben te weinig diepgang. En dat moet komen toch van middenvelders op dit moment als we die twee spitsen niet hebben. Nou, de eerste helft hebben we dat een paar keer aardig gedaan. En waar je het net op doelde, de loopactie van Gino hebben we dan nodig. Nou, die kwam een aantal keren. Ja, dan moet je hem ook afmaken. Ja, dat hebben we vandaag nagelaten. Eigenlijk hebben we niet zoveel fout gedaan. We hebben weinig kansen gecreëerd en de kansen die we kregen, ja, die hadden we moeten scoren. Spakenburg die won met 1-2 vandaag. Zelf speel je gelijk. Wordt het een nog een lastige periode voor jullie? Nou ja, dat is wel duidelijk dat het lastig wordt. Maar dat wisten we van tevoren. We wisten dat we een loodzwaar jaar tegemoet zouden gaan en dat het heel moeilijk zou worden. Ja, we moeten elke week weer strijden en dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Daarin kan ik weer niemand iets verwijten. Alleen ja, we moeten ook tot scoren zien te komen en dat is op dit moment een probleem. Ja, je mist spitsen. Wanneer verwacht je Thomas Veit terug? Ja, Thomas gaat vanaf maandag de groep in. Dus die gaat vanaf maandag weer vol groepstraining aan. Dus die zou over 2 weken zomaar weer beschikbaar kunnen zijn. Bij Kees gaat het iets langer duren, denk ik. Maar ik heb nog wel hoop dat we die wellicht aan het eind van het seizoen nog kunnen gebruiken. Neem je volgende week een weekje rust? Is dat dan even lekker om met z'n allen lekker te trainen? Nou, volgende week gaan we even van de paasdagen genieten. Die jongens hebben ook wel een keer verdiend om een weekend helemaal niks te doen. Dus volgende week is het een vrij paasweekend. De week daarna gaan we weer hard op weg naar Barendrecht, want dan moeten we daar de punten gaan halen. Wat verwacht je van Barendrecht? Nou ja, Barendrecht is over het algemeen duidelijk. Dat is vooral goed gesloten verdedigen en op de omschakeling spelen. Dus dat zullen ze nu weer gaan doen. Fysiek sterke ploeg, met goede voetballers ook, overgestookt erbij. Dus dat wordt een zware kluif, staat niet voor niks zo hoog. Maar ja, als we ze thuis tegen Scheveningen niet halen, dan moeten we ze uit Barendrecht gaan halen. We moeten punten gaan halen nu. Ja, tegen beter voetballende ploegen spelen jullie altijd erg goed en vrij vaak met een overwinning. Verwacht je dat tegen Barendrecht ook? Nou, dat is zeker de doelstelling. Of dat zomaar gaat lukken, uit Barendrecht winnen, dat doen niet heel veel ploegen. Maar ja, wij moeten op zoek naar 3 punten, dus dat moeten we ook bij Barendrecht gaan doen. Alvast een fijne Pasen en succes tegen Barendrecht. Dankjewel, jij ook hè. Dankjewel.